Dit is een foto van Horowitz, het laatste concert wat hij gaf in het Concertgebouw. En dat was in 1986. Ik was toen 6 jaar en ik wist wel dat mijn ouders daar geweest waren. Dat was echt een legendarisch concert. Het was volgens mij 200 gulden per kaartje. En toen zag ik mijn ouders ineens. Dus hier zie je ze, mijn vader en mijn moeder. Ik ben Johanna Westers. Ik ben tweede violiste in het Concertgebouworkest. Sinds 2011 heb ik een vaste aanstelling en daarvoor heb ik de academie gedaan. Ik had heel weinig orkestervaring daarvoor. Dus het moment dat ik de eerste week dat ik daar speelde, toen wist ik zeker van, oh, echt hier, dat zou echt geweldig zijn als ik in dit orkest zou kunnen spelen de rest van mijn leven. Het voelde echt alsof ik daar thuis hoorde. Nou, meestal studeer ik gek genoeg altijd met de muziek op de vleugel. En als ik uit mijn hoofd speel, dan kijk ik een beetje naar buiten, maar meestal eigenlijk gewoon hier. En als de kinderen in bed liggen. Wat ik het allerleukste vind om te spelen in het orkest, dat zijn toch echt de Mahler-symfonieën. Vroeger werd er altijd muziek gedraaid bij ons thuis. En voornamelijk heel veel Mahler. Mijn vader was een groot Mahler-liefhebber. En ook één opname met het Concertgebouworkest. En ik werd daar wel altijd heel erg door meegevoerd. Nou, dit is dus een plaat die we vroeger altijd heel veel draaiden. Dus Mahler's vierde symfonie, dat is nog met Mengelberg. En deze draaide mijn vader echt heel vaak thuis. Ja, waarom die muziek zo bijzonder is voor mij, los van dat het gewoon steengoede muziek is en briljant geschreven, ja, gaat het mij echt uit het hart. Nou, deze viool is ook heel oud. Toevallig hou ik heel erg van oude spullen, maar ook deze viool. 1736. Camillus Camilli, echt een hele mooie viool vind ik zelf. Hij is in ieder geval heel helder in de hoogte en mooi warm in de laagte. Nou, voor de auditie wordt altijd in de finale een romantisch vioolconcert gevraagd. En op mijn auditie heb ik Sibelius vioolconcert gespeeld. Wel ook nog steeds een van mijn favoriete vioolconcerten. Om nog steeds heel leuk om te studeren al. Oh, dus hoef ik het niet te spelen, maar...